Goedemiddag. Hartelijk welkom bij ons in het Leger des Heils. Fijn dat je meekijkt vanmiddag. Vanmiddag willen we een aantal liederen gaan zingen. We mogen in het woord van God gaan lezen. En we hopen dat u ook thuis met ons mee gaat zingen, mee gaat lezen. Ik hoop vooral ook mee gaat genieten. We gaan beginnen met een oud lied. Een bekend lied hoop ik ook wel. Wat spreekt over dat we mogen wandelen in het licht met Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus, het donker dat ik achterblijf. Want ik weet wie in zijn trouwe morgen belt, ik de volle vriend is mij. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn lieve stem. En niets kan mij genezen, zijn het zinsen, wandel in het licht met mij. Ik wandel in het licht met Jezus, in duister van bedekte zon. En ik kan niet aan de schuld gaan prijzen, die de zon in mij overkomt. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn nieuwe stem. En niets kan mij zingen. Maar je kunt jezelf ook de vraag stellen, wandelen in het licht met Jezus, hoe kan dit? Hoe kan het nou? En als je om je heen kijkt, ook in de tijd waarin we nu samen leven, zouden we tegen elkaar kunnen zeggen, ja, maar ik vind het zo donker om mij heen. Maar ik wil u graag meenemen naar Psalm 23. Want ook daar wordt gesproken over een donker dal. Het is een psalm van David en hij schrijft ons: de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En dan komt het, hè? Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En daar hebben wij ook een lied over, een lied in onze bunde van het Leger des Heils. Het is lied 246 en ik hoop dat u de bundel had klaarliggen om met ons samen mee te zingen. Het lied wat zegt, mijn herder, het is een getuigenis, hè? Mijn herder is de Heer en hij zorgt. Aan niets ontbreekt het mij. We gaan het zingen.
Met u gaan bidden en ik ga voor het gebed. Trouwe God en Vader, zo aan het begin van deze dienst, deze viering, komen we samen tot u. Heren, dank u wel dat wij ook tot u kunnen komen samen op deze manier. Dat we toch op deze manier ook samen verbonden kunnen zijn. Heren, ik wil zo bidden, in dit moment wilt u ons ook vooral zegenen. Misschien wel zegenen door liederen heen, door woorden die gesproken zullen gaan worden. Ik dank u wel dat we mogen weten, zeker mogen weten, u bent erbij vanmiddag. U bent bij ons thuis. Heer, u ziet ons aan. Heer, ook u weet heel goed in wat voor periode we al zo lang leven met elkaar. Ja, met elkaar op een afstand. Maar dank u wel dat we toch kunnen zeggen, door alles heen, ik mag wandelen in het licht. Omdat u erbij bent, omdat u ons zegent, omdat u ons sterk doet laten staan in alles wat we met elkaar moeten beleven. Heer, dank u wel voor wie u bent en wilt zijn in ons leven. En nogmaals voor dit moment, Heer, raak ons aan. Dat mogen we samen bidden in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Hij die is onze redder en onze verlosser. Amen. Amen. We gaan samen nog een lied zingen uit onze bundel, lied 429. Juich aard en hemel, zing de lof van 's Heere majesteit. Let me walk, Lord, in God's name, in heaven, in heaven.
Het is een lied wat niet zo vaak gezongen wordt in de samenkomsten, maar eigenlijk zo heel erg past bij het thema van deze dienst. De Heer is mijn herder. Want het is lied 238. En daar staat, ook in donkere dagen zorgt de herder voor mij. Eigenlijk wordt in dit lied de hele psalm bezongen. En we gaan het met elkaar zingen. Staat. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. En eigenlijk zijn de groene weiden, dat zijn de groene weiden van Gods woord. In Jeremia 15 vers 16 staat, telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij diepe vreugde, want u behoor ik toe, o Heer, God van de hemelse machten. En de opdracht aan ons is om eigenlijk elke dag een poosje te rusten in die groene weiden van het woord. Die groene weiden waar ook over gesproken wordt als Jezus de mensen zegent. En het brood uitdeelt. Maar hij gaf op dat moment ook het geestelijk brood. Het geestelijk brood wat de mensen zo nodig hebben. En ik ervaar zelf ook, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Egbert, maar als ik zijn woord lees, dan ervaar ik de rust die ik nodig heb om goed te functioneren. De herder, die weet wat het schaap nodig heeft in de hitte van de dag. De schapen krijgen dorst en hij voert ze naar vredig water. Vredig water heeft in de Bijbel vaak te maken met water uit bronnen. Wilde stromen kunnen een schaap afschrikken, maar een bron geeft rust. En Jezus zelf wil ook
zo'n bron van levend water voor u en voor mij zijn. Maar ik moet ook erkennen dat hoewel hij ons bij het water brengt, ik niet altijd wil drinken van het water. Ik heb ook nog wel eens dat ik zeg, ik drink uit een andere bron. En soms, ja, kun je zeggen, heb ik niet altijd trek in het water van de goede herder. Dan wil ik mijn eigen dingen doen. Maar Jezus gaf ons daarin het voorbeeld. Want hij zelf nam altijd de tijd voor zijn vader. Voor hem was God een bron om uit te drinken, om verder te gaan. En op dit moment vraag ik heel intens, in deze hectische tijd, in deze coronatijd, Heer, help mij om ook vandaag weer tijd te nemen om te drinken uit uw bron. Drinken uit de bron. Zitten in de groene weiden van Gods woord. We gaan weer samen een lied zingen. Lied 147 uit onze bundel. Het lied wat helemaal aansluit bij de woorden die Ben Bieneke net ook sprak. Breek het moment ooit van rust in ons bestaan. De mens zoekt langs vele wegen naar oprecht geluk. Waar is de bron? Waar vind je dat? En soms, ja, vind je dat niet. Geloof het met ons. De vrede komt alleen van hem. En we mogen hem noemen de vredevorst. Want zijn wonderkracht bevrijdt het hart. En hij alleen is het die onze zielen doorslest. We gaan het samen zingen. De vrede kost.
en leidt mij langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Let eens op het woordje mij. De herder leidt niet alleen de kudde, maar hij wil ook mij en hij wil ook jou persoonlijk begeleiden. In Johannes 10 vers 3 staat, hij roept zijn schapen bij hun naam en hij leidt ze langs veilige paden. Nu moet je weten dat veilige paden letterlijk rechtvaardige paden zijn. Een rechtvaardig God wandelt daarop. En het wonderlijke is, wij mogen met hem meelopen. God kent trouwens geen andere paden dan rechtvaardige paden. Wie met God meeloopt op dit pad, zal merken dat hij of zij ook beschermd wordt tegen de zonde. Hij zal je immers voor het struikelen behoeden. Hij leidt je op de pad van rechtvaardigheid. In Spreuken 12 vers 28 staat het zo mooi. De weg van rechtvaardigheid leidt naar het leven. En mijn gebed bij dit gedeelte is dan ook, Heer, leid mij op de weg die ik mag gaan. En daarom heb ik ook een lamp meegenomen. Want in Psalm 119, vers 105 staat, Heer, uw woord, die groene weiden, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We gaan nog een lied met elkaar zingen. We zeggen ook wel eens in het leger, hè? Een koor. Koor 231. Iedere dag onderweg met de Heer weet ik mij veilig. En wat zou het nou mooi zijn als u gaat reageren vanmiddag even via Facebook van, is het waar, is dat niet waar? Heb ik die relatie met de herder of niet? Laat het ons weten. Misschien kunnen we daar samen nog eens over hebben. Hè? Iedere dag met de Heer hoop ik toch echt, mag ik me veilig weten? Want wat wens ik nog meer? Iedere dag leidt hij mij aan zijn hand. Zo kom ik thuis in het vaderland. Opwekking 42. Waar stellen we ons vertrouwen op? Of we zo onderweg zijn? Mag dat ook onze herder zijn? Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. En zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op. Want ik weet iedere dag weer opnieuw. Hij is mij steeds nabij. Oh,
Geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Nou, een donker dal is wel even wat anders dan de groene weiden en dat vredige water. In het donker dal komen allerlei dingen op ons pad die we liever niet meemaken. Maar het vervelende is dat je niet om het donkere dal heen kunt. Iedereen heeft nu te maken met de gevolgen van corona. En iedereen heeft wel eens te maken met het verlies van dierbaren of ziekte. Dat zijn omstandigheden waar je niet voor gekozen hebt, maar je krijgt er wel mee te maken. Maar wat is het goed dat u zich in dat dal realiseert hoe afhankelijk u bent van de herder en van zijn belofte. Jezus is onze herder en hij is erbij in dat donkere dal. Daarom is er geen reden tot vrees. Natuurlijk ben je bang en bezorgd. Maar je zult er niet aan onderdoor gaan, want je hoeft niet in dat donkere dal te wonen. De Israëlieten zaten 40 jaar in de woestijn. Dat was niet de bedoeling. De reis had veel sneller kunnen verlopen, als ze niet de verkeerde keuzes hadden gemaakt. En dat doet iedereen wel eens, verkeerde keuzes maken. Ook wij doen dat. En de reden dat we soms door zo'n donker dal moeten, is omdat we gevormd worden. We worden gevormd naar het beeld van de Herder. En juist in dat donkere dal zijn we afhankelijk van hem en richten we onze blik op hem. Juist in moeilijke tijden leren we vaak waardevolle lessen. En in die moeilijke tijden mogen we weten dat God zorgt voor ons. Ja. En dat we dat ook mogen weten. En daarom gaan we ook met elkaar zingen. Ik weet, hij zorgt voor mij. Vertrouw op mijn hemelse Vader, want ik weet dat hij zorgt voor mij. Een stukje mee in mijn leven.
Van de week werd ik gebeld door iemand die zei, ik heb zo'n grote zonde gedaan, God vergeeft mij niet. Het laatste oordeel van God heb ik al gehoord. Ik ga naar de hel. Ik schrok van dat verhaal. En ik zei, nou, weet je, in de Bijbel staat dat God een ieder vergeeft. Hoe groot de zonde ook is. En aan het einde van het gesprek werd hij wat rustiger. Maar 's nachts begon het opnieuw. Ik werd gebeld. En hij zei, je hebt het wel gezegd, maar ik geloof het niet. Ik heb de Bijbel met hem gelezen, maar ik kon eigenlijk de juiste tekst niet vinden. En we hebben in de nacht 4 uur met elkaar gepraat. Maar na 4 uur zei hij nog steeds, ik ga naar de hel. En om 6 uur zei ik, ik moet nog een paar uur slapen, maar ik kom erop terug. En de volgende dag reed ik in de auto en ik dacht aan het verhaal terug en toen dacht ik, God, ben ik wel bij machten om deze man te helpen? Deze man waar eigenlijk zo in vastgezet werd in zijn hoofd dat zijn zonden niet werden vergeven. En ik was aan het bidden. Ik denk, God, ben ik wel goed genoeg om het verhaal te vertellen aan deze man, om deze man te helpen? En ik had de radio heel zachtjes aan. En in 1 keer hoorde ik het lied. Juist als jij zwak bent, maak ik je sterk. En op dat moment, en ik word er weer emotioneel van, dacht ik, oh God, wat bent u een wonderbaar God. Amen. Wat bent u een wonderbaar God. Dat ik sterk mag zijn en dat ik deze man mag helpen. Maar ik wist eigenlijk nog niet hoe. En de volgende dag las ik een stuk uit de Bijbel. En ik las van mensen die in de knoop zaten. Net zoals dit touw in de knoop zit. Je krijgt het er niet uit. Maar daar las ik dat er vergeving is voor iedereen. En daar werd zijn zonde expliciet genoemd. En toen dacht ik, Heer, wat een groot wonder. Dat hoe groot onze zonden ook zijn, hoe donker ons leven ook om ons heen kan zijn, welke zorgen we ook kunnen hebben, u haalt het uit de knoop. Want u bent erbij. U zorgt voor mij. U helpt mij om mijn leven weer op de rit te krijgen. Als we maar vertrouwen houden in zijn belofte. Als we maar vertrouwen houden op God. Als we naar het 5e en het 6e woord kijken, dan wordt daar gezegd, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Wat heerlijk dat we mogen aanzitten aan de tafel van de Heer. De Heer stuurt je dus nooit hongerig weg. Maar er is nog een belangrijker element wat eigenlijk in deze vers staat. Daar staat, ook de vijand ziet dat wij zitten aan de tafel van de Heer. De vijand die ziet dat wij horen bij God de Vader. En door samen dat voedsel te gebruiken, dat geestelijk voedsel, wat we aan die tafel mogen ontvangen, daar worden wij sterk. En daar krijgen we de kracht en de moed die we soms zo hard nodig hebben. Want weet u, de vijand is er altijd om ons aan te vallen.
En het is dus ook goed om aan de vijand te laten zien dat wij bij hem horen. Wij horen bij God de Vader. Wij laten zo aan hem zien, we zijn beschermd door hem. We zitten aan de tafel met de Heer en we zijn in zijn aanwezigheid. En als je dat blijft doen, dan zal je beker overvloeien. Maar we krijgen wel de opdracht om niet alles voor onszelf te houden, maar te delen met de ander. Want dan blijft je beker overvloeien. En vandaag is mijn gebed ook, Heer, help mij de moed te hebben om in mijn omgeving te laten zien dat ik bij u hoor. Soms is dat heel makkelijk, maar soms kan dat ook zo heel moeilijk zijn. Maar als ik dat laat zien aan mijn omgeving, dat ik bij God hoor en dat ik getuig van hem, dan zullen geluk en genade mij volgen tot in lengte van dagen. We hebben veel gehoord, Pieneke, over hè, de Heer is mijn herder. U thuis ook, en je kan je afvragen, ja, wat gaat u er nou mee doen? Heeft het u iets ook gezegd? Heeft het u ook geraakt? Ik ben begonnen met het lezen van Psalm 23. En ik wil aan het eind nog eens deze psalm lezen, maar ik wil er ook steeds iets aan toevoegen. En het begint met: de Heer is mijn herder. Dat is een relatie. Mij ontbreekt niets, wat een verzorging. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, wat een rust. Hij leidt mij naar zachtjes, naar stille wateren, wat een verfrissing. Hij verkwikt mijn ziel, dat is genezing. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, dat is leiding, omwille van zijn naam, dat is het doel. En al ging ik ook door een dal van schaduw, van de dood, dat is een beproeving. Ik zou me geen kwaad vrezen, wat een veiligheid. Want u bent bij mij, en dat is trouw. Uw stok en uw staf, zekerheid, die vertroosten mij. Een schuilplaats. U maakt voor mij de tafel gereed. Dat betekent dat je welkom bent. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Overwinning. U zalf mijn hoofd met olie. Het gaat over heiliging. Mijn beker vloeit over. Dat is overvloed. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Dat is hoop. Want het gaat om alle dagen van mijn leven. En dat is een zegen. Ik zal in het huis van de Heer blijven. Het is geborgenheid. Tot in lengte van dagen. Wat een tijd. Amen. Het zal waar en zeker zijn. We gaan zo nog met elkaar een lied zingen. Maar voordat we dat gaan doen, mag u ook alvast de zegen geven. En ontvang de zegen. En misschien wel met geopend handen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten. En hij geeft u zijn onmisbare zegen. Amen. Amen. We gaan nog twee liederen zingen. Allereerst lied 408. Zeg het aan een ieder wereldwijd dat er één is die de mens bevrijdt. En dat die ene Jezus Christus heet. Zeg het aan een ieder wereldwijd dat er één is die Christus heet, bij wie iedereen zich veilig weet, die hem aanneemt en in
Daarin lazen we ook met elkaar dat we in het huis mogen van de Heer mogen blijven tot in lengte van dagen. Nou, het laatste lied wat we met elkaar gaan zingen spreekt daar ook over. Het is lied 269 en ze komen van oost en ze komen van west en ze mogen aanliggen in het koninkrijk van God. We mogen samen aanliggen, rijken. Armen, veracht of geëerd. Niemand vraagt naar slecht of goed als het kleed, maar rein is door het bloed. Ze komen van oost, ze komen van west, maar we mogen samen, u en ik, uiteindelijk samen aanliggen in het koninkrijk van God. We hopen dat u hebt genoten van liederen, van het woord. En er komt later nog een uitzending. En als u een verzoeklied heeft, of als u een gebedsonderwerp heeft, laat het ons weten. We zeggen samen maar tot ziens. En tot de volgende keer. It's more.
Oh.